Kijk, we komen hier aan op het terrein van het zwembad. In deze video ga ik op zoek naar een verlaten camping. En zoals je ziet was deze camping een erkende camping in 2016. In 2009 brak er brand uit in een van de caravans. Zeven jaar later, op 31 december 2016, sloot de camping haar deuren. Kijk, en hier hebben we nog een oude foto van deze camping. Super vet. Na de sluiting werd er illegaal gewoond en was het een vrije plaats voor criminelen. Alles is gewoon legaal. Kijk dan. Er zijn toekomstplannen om het hele gebied te renoveren en dat er een hotel met een aantal fastfoodrestaurants komt. De vraag is alleen wanneer die plannen worden uitgevoerd. Op avontuur gaan, reizen, nieuwe dingen ontdekken. Alles wat ik beleef probeer ik vast te leggen en aan jullie te laten zien. Tof dat je kijkt naar Svenergy. Oké, we zijn op dit moment bij een verlaten camping. Alleen, er staan helaas geen campinghuisjes verder. Maar het zwembad en de cafetaria staat er nog wel. Zone beveiligd dankzij videocamera. En dit was dus de cafetaria. Oké, we komen nu bij de cafetaria. Oké, we staan nu in de cafetaria en zoals je ziet hier ligt een prijslijst voor de ijsjes. En je kunt het ook zien hier op het glas. Staat cafetaria. En als je zin had in een snack, dan was dit de prijslijst. Voor een frikandel of voor een tosti. Super vet dat dit er nog ligt. Kijk, en nog een prijslijst. Oké, we hebben de prijslijst van de cafetaria gezien. Eens kijken wat hier nog meer te vinden valt. Ik ben zeer benieuwd. Oh ja. Helaas is het wel geplunderd en kunnen we er niet in. Ja, we kunnen er wel in, maar als je ziet is dit best wel gevaarlijk. Maar kijk dan, allemaal oude documenten. Oké, ik zag dus net een soort kantoortje slash receptie. Ik zei dat het niet verstandig was om erin te gaan, maar het was alleen een houten plaat die ze hebben opengebroken en er zit geen glas meer in. Dus ik ben benieuwd wat voor documenten we gaan vinden en misschien komen we ook wel oude foto's tegen van dit zwembad. Dus we gaan erin. Oké, we gaan naar binnen. Zoals je ziet is het glas een soort van helemaal weg, maar heb je alleen die houten plaat. Ik ben dus benieuwd of we hier binnen nog wat documenten gaan aantreffen, inclusief foto's van het verleden hier. Ik vind hier gewoon een platte grond van deze camping. Dit is echt vet. Hierzo had je dus allemaal velden. En hier zijn wij nu bij het zwembad. Hier een vlag. Met een vlag met chocomel en Fristi erop. En zoals je ziet was deze camping een erkende camping in 2016. Door de ANWB. Ja, dit was de receptie. Kijk maar. Het bord staat er nog op. Welkom. Dit was de receptie. Nergens in staan. Zo, we komen nu uit de receptie. En hier links ligt het zwembad. Oké, we lopen nu naar een ander gedeelte van de camping. Het zwembad, die bekijken we zo meteen. Want het zwembad ligt natuurlijk vol in het zicht aan de weg. En het is een redelijk drukke weg. We gaan nu naar de douches toe, waar mensen dus konden douchen. Als ze dus hier bleven overnachten. We gaan kijken of de douches er nog in staan. Oh, alles is gewoon leeggehouden. Kijk dan. Alles
is hier helaas leeggehaald, maar je kan duidelijk zien dat hier al wastafels stonden en daar de douches overal. Hier waarschijnlijk ook, kom maar even mee. Ja, hier zie je het heel goed. Kijk, hier heb je dan allemaal spiegels met natuurlijk wastafels. En hier zo hingen de douches. Kijk, want dit zijn de knoppen voor warm en koud. En dan hing hier waarschijnlijk de kop. Maar ja, helaas is het allemaal weg. Mensen moeten natuurlijk ook naar de wc kunnen. En dat komt hier zo. Er staan nog twee soorten van wc-potten. Maar ja, ook alles hier is helaas weg. Zoals je ziet staat nog één wc-pot. Hier staat nog een halve. En hier om de hoek staat nog een hele. Maar ja, helaas is hier alles weg. Waar de mensen dus zich konden opfrissen, 's ochtends of 's avonds. Nu is het tijd voor het echte werk en dat is natuurlijk het zwembad. En die ligt hier zo achter. Zo. Het hele zwembad ligt er echt nog gewoon. Dit was echt een super groot zwembad en daar zie ik ook nog een jacuzzi zelfs. Of een, hoe noemen ze ook, klein badje, zo'n soort bubbelbadje. Kijk hoe groot dit zwembad is, jongens. Niet normaal. We lopen nu langs het zwembad en kijk, hier heb je allemaal bankjes om het zwembad heen staan. Waar mensen natuurlijk dus konden zitten. En natuurlijk ook het gras daar zo, zoals je ziet. Waar mensen dus konden liggen. En zoals je hier kan zien, het was 1,40 meter diep. En wat houdt dat dus in? Dat het verboden was om te duiken zoals je hier ziet, want het bochtje staat er nog. En hier heb je dus dat veld waar mensen dus konden liggen met hun handdoekje tegenover het zwembad. En nu komen we aan bij het kinderbadje, die 0,25 centimeter diep was, zoals je hier beneden mij op de vloer kan zien. Aan deze camping is dat het douchegebouw er zelfs nog stond, de cafetaria met receptie en natuurlijk dit kei grote zwembad hierachter. Vond jij deze video leuk? Doe zeker dat blauw duimpje omhoog. Abonneer ook op mijn kanaal om niks te missen van mijn nieuwe video's. En het is wel lekker weer, maar ik ga geen duik nemen helaas, want daarvoor is het nog iets te koud. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe video. Tot de volgende! Subscribe nu en get excited! We'll be right back.